Ja, degene in, weet ik veel nee, waar. Nee, ik coach altijd bij de Vibra. Bij de Vibra? Bij de Vibra, ja. Zeeman, maar die hebben niet meer mijn maat, hè. Dus ik nee, moet dat snap wel. Ik. Jij hebt gewoon zo'n grote tent nodig, die kan je daar niet meer kopen. Hola amigos en welkom bij een nieuwe gameview hier bij Ons Games. En vandaag speel ik hier samen met Kai. Hey Kai. Hallo. Hey. Spelen we het spel Blok en Lood. En ik heb hier nog nooit van gehoord. Kai wel. Oké, Kai, moet ik op attack of defend klikken? Je moet, wil je gaan doen? Want het is... Ja, dat weet ik toch niet. Ken Joel, zeg het is twee gewoon... teams, alle twee van 5. En je moet even blokken in doen, als je klaar bent. Ja, maar ik moet toch wat kiezen, maar... Kies die ene man met... Ik moet nog op attack of defend klikken. Dat hoeft niet per se. Oké, pick your hero. Wat het is dat het eigenlijk 2 teams van 5. En dan moet je... Je krijgt allebei een soort van 3 minuten of 5 minuten of weet ik hoeveel minuten. Om je defense te bouwen. Want je hebt heel veel blokken. Je moet zorgen dat jij hun soort van core kapot maakt. En andersom ook. Snap je? Oké, dus je moet eigenlijk gewoon van een andere team moet je iets kapot maken. Ja, een core. Dus een soort van... blok met een licht eruit. Je moet zorgen dat jouwe niet kapot gaat. Oké, dus wij moeten ons blok ook een beetje beschermen. Dus dat doe je met die blokken die je onder je poppetje staat. We zien het wel dan. Ik heb een leuke muts op. En Kai, wat heb jij voor gek dingen aan? Je bent een vrouw in een astronautenpak. Ja, ik ben een alien. Ja, ik ben een alien, oké. Jij heet Lord Medan. Ik ben Lord Medan. Ofwel Astarella als poppetje. Ik ben Astarella. Ik ben Hello Roy, Kira-chan. Ja. Kijk, zo begint het. Oh my god. Er zijn een paar dingen. Je kan als je op shift drukt en je rent, dan ga je sneller. Oh bitch, ja. Wat is deze girl te doen, man? Hou je schep het bij je. Met Q kan je veranderen van wapen en schieten. Bitch, yeah. En met E, op E kan je boren in dingen. Oké, ik ga ze boren. Dus dit is de core. Deze moeten we beschermen. Ja, en als je bijvoorbeeld op 2 drukt of 1, dan kan je een blok neerzetten. Dan doe je rechter muisknop indrukken en dan staat hij. Zie je? Oh ja. En zo moet je het doen. Je moet gewoon helemaal... Eerst krijgen we nu... We hebben nu 4 minuten of 5 minuten. En je moet zorgen dat hij helemaal beschermd wordt. Kijk, helemaal beschermd. Oh! Alles is dus... Alles kan kapot in dit spel eigenlijk. Dus. Oké, echt alles? In principe alles, ja. Dus ook jouw hoofd? Ja, als je jou een tegenstander was wel. Oké! Kan dit ook kapot? Nee, oh, help. Trouwens niet, die kan niet. Nou, dan vind ik dit echt een scam hoor. Wat is scam? Ik word gescamd. Ik zit op Habbo, ik word gescamd. Nou ja, zeg. 2 wapens. Je hebt één, volgens mij, jij hebt een rocket launcher. Die teddyberen schiet. Met regenbogen. Oh mijn god, ja, ik zie het. En je hebt een... Wat een cutie. En een gun. En een gun. Hello Kitty. Oh, dit is trouwens, als je rechtsbovenin kijkt, dit is een map. Meestal heb je 1 core, dus 1 ding wat je kapot moet maken. Maar bij deze heb je er 2. Nee, hebben wij er ook 2? We hebben er 3. Alle 2 hebben er 3 trouwens. Nee, maar dan gaan we... Dit is de eerste. Ja, dat wist ik. Als mensen hier voorbij zijn, dan kunnen ze de andere. En dan moeten we die andere snel gaan verdedigen. Oh shit, sorry zeg. Oh nee, oké, de ding gaat open. Moeten we nu oversteken? Hé, wacht. Ja, kan je doen. Ik zit even te nog. Ik zit even iets te maken. Kijk uit, hè. Oh! Oh, wat is dit nou weer voor ding? Hey, doe eens niet. Hij is dood. Yes, we did it. Oh nee, wat gebeurt er? Wat is dat? Hij komt hier. Weg jij. Eeuw, wat een eng ding. Nee. En kijk uit. Ga weg van mij. Oh. Ik ben ook bijna dood. Waar ben jij? Ze gooiden allemaal bommen. Zorg dat hij er niet in komt. Nee, dat is goed. Maar volgens mij is hij er al in, of? Nou, die andere is heel erg bezig. Er is nog 1 iemand op ons point. Shit, ik ben dood! Als je goed kijkt, er zit 1 iemand op ons point. Oh, nee. Ja, ik ben dood. Nee, een onze. Kijk maar op de map. Ja, maar hij zit te bouwen. Wat een drol! Oké, ik ga naar de overkant. Ik ga naar hun toe, jongens. Oh, dit is spannend, hoor. Weet je, ik ga niet laten weten dat ik er ben, hoor! Maar het kan nog heel spannend worden, vaak. Oké, deze guy, die Nicolas, is veel te goed. Shit, jongens. Die Nicolas, nog even en we gaan hem even echt de poep laten ruiken. Ik ga zo'n dikke scheet laten kijken, hoor. Dat wil je niet ruiken, hoor. Doe eens eventjes normaal, hoor. Ja, sorry. Oh, daar is hij, daar is hij. Waar? Hij staat daar. Hieronder, daar is hij. Nee, hier. Shit. Hij is daar, een samurai guy. Maak hem dood. Hij is bijna dood. Is hij dood? Nee, hij verdween. Dacht het niet, jongen. Daar is hij. Oh, er is weer een andere guy. Hij is bijna dood. Dood. Ha.
Lekker voor je, meneertje. Weet je, ik voel me net in ik weet niet waarom, maar ik voel me net in Toy Story. Ja, hij is bijna dood. Ja! Jongens, we hebben gewoon een kill. En trouwens, je kan een cube alleen kapot maken. Met een schep? Met je schep of met je... Oké. Oh, ik ben dood door Nicolas. Potverdrie, Nicolas, jongens. Daar gaan we weer. Oké, nou nu... En zo nu... even doorgaan. En je ziet boven in hoeveel ons leven van onze... De cube oh, maar die van ons is doen. Wel heel goed dan. Ja, wij doen het iets beter nog. Ja, oh, daar nou moeten we zomaar houden dan, hè. Ja, ik ben er, hoor. Oh! Ik ben er, dat deed ik! Dat deed ik! Ja! Hij is dood. Ah! Oh my god, hij heeft een heel gat. Oh my god! Hij heeft een heel gatje gemaakt. Kijk, zie je 6, 5, 4, 3, 2... Ja, dat zie ik niet staan. 1 en... Oh, ja, wow! Kijk uit voor jezelf. Terug. Hoe kunnen ze nu oversteken? Dat is niet... Ze moeten toch niet oversteken? Mag ik overvaren, ja of nee? Moet ik dan ook geld betalen? Oh, hij is bijna dood. Hij is bijna dood, jongens. Teddy, doe dit. Ja. Ik heb een kill. Dood gemaakt. Gewoon een kill. Gewoon een kill. Ik heb een blok. Ik heb een kill. Snel naar onze. Oh, oké. Kom maar aan. Kom maar aan, kinders. Kinderbueno's. Kinderbueno's? Ja, jullie zijn kinderbueno's. Die haalde laatst maar geen kinder voor mij. Wie is hier zo van... Ja, ik heb best wel zin in een cola blikje. Jij? Ja, dat is waar. wie moet dan naar de supermarkt? Roy. Ik ging naar de supermarkt toen... Ik weet niet meer wanneer. Maar toen ging ik naar de supermarkt, weet je nog? Ja. En waarom ging je naar de supermarkt, Kai? Weet ik niet meer. Omdat je eten moest halen, ja. Oh, en wie is toen wat vergeten? Oh ja, Kai. Nee, ze hadden het niet. Oké, nou en speel even mee. En wie moest dan nog een keer naar de supermarkt? Ja. Oh. Dat was ik. Gekke ninja speler. Kijk uit, niet te dicht. Shit. Je moet niet in een buurt komen. Nee, nou, ik zie het al. Slaan. Hij had een heel lelijk gezicht. Ze slaan je helemaal kapot. Ze slaan je gewoon de deur uit, Kai. Het is gewoon niet normaal. Je hebt helemaal geen deuren in dit spel. Nee, dat weet ik. Daarom zeg ik. Schiet eens even op, Thea. Die deuren hebben ze al weggehaald, Ida. Ik ben er toch weer zo... Moet je het weer zeggen? Jij moet Heb het weer zeggen. Heb je pillen wel genomen? Meid, we gaan het niet hebben over mijn pillen, hè? Jawel. Want mijn pillendoos ligt beneden en die ligt gewoon dicht. Dus ik hou ook mijn dicht ook mijn pillen, hè? Ben je bij de maandag vergeten? Nou, misschien wel, maar hey, ik moet je weet nog dat de datums, dat de dagen van de week erop staan, hè? Op die pillendoos, hè? Ja, op die pillendoos. Schei uit mij, dat kan toch helemaal niet, joh. Daar zijn die apothekers toch helemaal te gek voor, hè? Nee, het is echt zo, meid. Nee, dat kan toch niet? Oh, ik viel in lava. Ida, zeg je nou gewoon dat je in lava viel? Ik viel Heb je het zo heet, kind? Ja, ik zweer het je. Meid, hou even op. Ik hou even aan je op, hou jezelf. Weet je, ik moet jou nog wat vertellen, hè? Tel, meid. Ik zag Henk op het dorp zitten. Henk? Op het dorp? Henk zat op de straatbanken, weet je wel, waar we altijd zitten te chillen met alle oudjes. In het dorp. Je moet even in Nederland bijzien. In het dorp. In het dorp, ja. In het dorp. En weet je wat de jongen deed? Bij de FOMAR? Nee, niet bij de FOMAR. Die hebben wij hier niet, hè, kind. Bij de Big Bazaar. Bij de Big Bazaar zit hij... Ik heb onderbroeken gekocht. Nou, die zitten lekker. Schei uit, meid. Waar is in aanbieding? Bij de Big Bazaar is alles in aanbieding, joh. God, jeetje, ik moet er gewoon maar een keertje heen nog. Heb jij er geen in, weet ik veel nee, waar? Nee, ik koop ze altijd bij de Vibra. Bij de Vibra? Bij de Vibra, ja. Zeeman, maar die hebben niet meer mijn maat, hè. Dus ik nee, moet dat wel. Ik. Jij hebt gewoon zo'n grote tent nodig, die kan je daar niet meer kopen. Meid, ik ben afgevallen, joh. Dat wil je niet weten. Ja, ik heb je zo lang al niet gesproken. Doe je dat afvallen, net zoals mijn dochter? Wat doet je dochter dan? Weetwatchert. Weetwatchert? Weetwatchers. Ja, ik kan niet rekenen, dus ik kan die punten, dat gaat niet goed met mij. Oh nee, dat snap ik. Dat gaat niet goed. Nee, maar ook even terugkomen op dat Henk, hè? Oh ja, op die Henk, ja, wat Henk deed je daar? Zat gewoon te flirten met Javico. Nee. Jawel. Die oude Echt. Tut? Die oude tut, die oude truus. Die is toch veel te oud voor hem. Ja, dat snap ik toch ook niet. Ik vond het zo gek allemaal. En ze heeft zo'n raar... Weet je wat ze van aan de dochter geeft als ze komt voor de thee? Nee. Ze geeft er ontbijtkoek.
Schei uit, maar daar kan je toch niet mee komen? Je gaat je toch verwennen? Je geeft ze toch geen ontbijtkoek? Dat kan echt niet hoor. Dat vind ik echt niet netjes hoor. Ja, ik geef ze dan tenminste een roze koek of zo, weet je wel. Neem een roze koek mee of een lekkere tampoes van de bakkerd. Oh ja, de tampoes gaan er altijd. Of een plakje cake, hè? Een plakje cake gaat er altijd in. Een plakje cake is altijd fijn, toch? Ja. Ja. Daarom, een beetje slagroom erbij kan je er doen als mensen even wat meer pitch hebben op de dag, weet je wel. Ja, snap je? Ja, snap je. Maar kijk, die kinderen die snappen het allemaal niet. Weet je, die zijn allemaal weer te hip. Die hebben allemaal zo'n iPod ding. Oh, ja. Je bedoelt waar je zo'n boek op kan lezen, toch? Ja, op zo'n e-reader. Oh, zo'n e-reader, ja. Ja, of ze hebben zo'n ander ding waar je ook mee kan bellen. Nee. Nou, dat deed ik vroeger. Tja, ja, volgens mij hebben we gewonnen. Truus, ik hoor het al. De bom is gevallen. Oh, dat kan wel hoor. Er zit een nieuwe Aziat hier in het dorp. Ja, maar wat doet die Aziat? Like Chinees, Koreaans? Ja, weet ik niet, maar ik zit gewoon te vreten. Nou, is lekker dan. Ja, meid, ik zit er gewoon van te vreten. Ik koop het dan één keer. En dan eet ik er die avond van. En de volgende avond eet ik er ook nog gewoon eens even lekker van. Nou, dan zit je waarschijnlijk uren op de wc, of niet? Nee hoor, mijn darmen zijn er gewoon aan gewend. Oh ja, dat snap ik als je het elke dag eet. Hetzelfde met die Amerikanen, met die McDonald's hoor. Dat snap ik ook niet. Ik hoef ook helemaal geen boodschappen meer te doen. Ik doe een belletje. Ik zeg, hé, het is weer zover. Ze komen het gewoon brengen, hè? Nee. Ik heb elke dag gewoon eten in huis. Betaal je daar helemaal niks voor? Ik betaal wel voor, maar ik... Ja, maar voor het reizen? Nee, ik betaal gewoon een vast bedrag elke dag. Nee. €35. Je moet daar een abonnement voor aansluiten, joh. Ja, hebben ze dat niet? Maar weet je, ik eet het nu elke dag, hè? En ik denk dat ik een beetje word belazerd hier. Wat dan? Nou, ik denk namelijk dat ze me gewoon een paar euro's erbovenop gooien, hè? Nee, dat kan niet, hoor. Ja, echt waar, want... Dat zou echt niet kunnen. Ik heb een keer op de kaart gekeken, hè? Op de kaart? Op de menukaart van die Aziat. Ja, ik had ook een keer een kaart, maar dat maakt niet uit. Was dat een visitekaart? Ja, het was van mijn dochter. Oh ja! Ja, en Joop heeft ook een nieuwe visitekaartje voor zijn kachelbedrijf. Kachelbedrijf? Ja, hij installeert nu kachels. Nee, maar hij deed toch vriezers? Nee, dat deed hij ook, maar hij is nu helemaal overgestapt naar de kachels. Ik snap het al, je krijgt er gewoon heet van, hè, van die kachels. Hij kreeg het veel te koud ervan en nu heeft hij veel tijd. Weet je moet balans vinden in je leven. Precies, en... ik denk dat hij dat nu heeft en hij gaat bijna met pensioen. Oh, nou, dan kan hij nog even van de hitte genieten, hoor. Maar even terug over die Aziat, hè? Oh ja, die Aziat. Ik zat dus laatst daar eerst een keer te wachten, want ik zeg, nee, ik heb een nieuwe tuut, hè. Ik zit te rijden in mijn nieuwe auto. Ja, dat kan, hè. Ik kom wel eens even mijn eten en zaven halen, hè. Ja. Dus ik zit daar. Ik denk, ik zit daar zomaar te wachten op mijn bami. Nee. Ik denk, ik pak de menukaart eens even bij. Misschien vind ik nog eens even wel lekker wat nieuws, hè. En was te duur, of niet? Nou, ik zit zo eens even te tellen, hè, wat ik elke avond krijg van hun, hè, bij mijn thuis. €35. Ik kom gewoon uit op 25. Ik snap er helemaal niks van. €10 meer? Ja, hallo zeg. Voor die 10 euro verschil. Voor die 10 euro verschil kan ik elke middag even naar de Big Bazaar. Mens, je kon vroeger voor like 3 gulden een heel menu bij ome Henk aan de overkant doen. Ja, oh, maar joh, ik vind het zo jammer. Ik vind het zo jammer dat oma Henk is gestopt, hè. Kijk, nu hij last heeft van zijn liezen, kan hij gewoon helemaal niks aan doen. Ja, maar die man ligt bijna dood, joh. Die is bijna dood. Ja, oké. Okay. Ik kom één keer in de buurt, één keer tijd, kom ik even langs. Breng ik hem even bloemies. Geef ik hem even een haring, want hij houdt van haring, hè. Van die ene haring op de hoek, hè. Die vindt op de hoek. Ja, die vindt hij lekker. En die haal ik dan, ja, dan is je wel blij. Maar hij is eigenlijk gewoon dood, weet je. Maar ik probeer toch wel even aardig te zijn, want misschien krijg ik nog wat geërfd, hè. Dat weet je niet. Oh ja, alles even fixen, hè. Ja, want ik ben natuurlijk geen familie, maar... Weet je, al is het €5, je kan altijd ook nog een patatje oorlog krijgen bij de snackbar. Dat bedoel ik. Om de andere hoek. Misschien geeft hij me wel die oerlelijke lamp, maar ik weet zeker dat die lamp lijkt €1000 waard is, mens. Ja, je moet gewoon even naar Kunst en Kiets gaan, daar komt het altijd goed. Dat vind ik zo'n leuk programma. Dan zeg je gewoon, ik heb een oude lamp uit 1977. Ik denk dat het echt gaat lukken, hoor. Ja, nou, ik hoop het voor je, hoor, Kent. Ja, ik weet het. Hey, we hebben lang gebeld. Ik vond het hartstikke gezellig. We gaan weer een keertje. Kom beginnen binnenkort een nieuwe Primarkt.
Oh, en een nieuwe action. Ja, echt waar. Ik heb nog een nieuwe riem nodig, hoor. Nou, die kennen we zo plukken bij de solo of bij de Big Bazaar. Oh, zat die Big Bazaar? Mijn onderbroek zou ook heel goed, hoor. Dus ik moet het toch wel even doen. Hé, meid, ik heb het al door. Je valt in de herhaling, hoor. Oh, echt? Ja, echt waar. Ik ga ophangen, meid. Oh, nou, doei, Thea. Nou, kind, doe lekker nog even de was. Dat was je ermee bezig. Oh, ik was ermee bezig, hè? Ja. Ga nu ophangen, hoor. Oké. Toedels. Doeg. Dag, hoor. Dag. Dag. Hopelijk vonden jullie het gesprek leuk met Truus en Ida. Als jullie daar meer van willen, een aflevering. Oh my god, een heel podcast. Laat ook maar een keertje weten hier de reacties. Jongens, bedankt voor het kijken voor deze video. Als je het leuk vond, doe dan een duimpje op deze video. Als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, wat moeten ze dan doen? Kijk. Nog steeds een duimpje, man. Hij zit gewoon weer tevreden tijdens zijn video. Dat gaat niet. Ik heb het gewoon door. Oké, jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei. Bye bye.